Hallo, hallo. Welkom bij Wezen Crypto. 11 mei 2023. Pak een kopje koffie erbij of een kopje thee. Als dat meer jouw cup of tea is. En ga er maar eens voor zitten. Tenminste, wanneer jij ook altijd op zoek bent naar de nieuwe trend. De nieuwe keer 100 of keer 1000. En nou, je weet, dat kan natuurlijk ook altijd valikant mislopen. Maar dat risico hoort er nu eenmaal bij. En je hoeft niet zo heel veel risico te lopen, vind ik ook hoor. Soms moet je er net wat meer voor doen. Ja. Jullie weten, mijn video, 2 dagen terug, de Bitcoin kermis, de BRC20 tokens. Dat is natuurlijk zo'n nieuwe trend waar mogelijk heel veel mee te verdienen is. En wanneer je al kijkt naar de marktkapitalisatie van die BRC20 tokens. Zo'n 100 miljoen afgezet tegen 150 miljard. Dus 1500 keer zoveel op de Ethereum blockchain van die ERC20 tokens, is er nog een wereld te winnen. Maar, ik zei ook al, hè, dit gaat nooit een volwaardig DeFi-ecosysteem worden zoals het op Ethereum is. Daar mist het gewoon de smart contract functionaliteiten voor. Al die tokens, de composability, het Lego-effect, bouwstenen, die allerlei producten onderling versterken, dat is hier gewoon niet mogelijk. En vooralsnog is het een memecoin / NFT-markt die daarop gaande is. Daarentegen, als je naar Michael Saylor luistert, dan ziet hij heel veel potentieel in het hele ordinal concept, waar die BRC20 feitelijk ook min of meer op gebouwd zijn. Luister even mee. Long term, the implication is there's going to be a lot of applications on the Bitcoin base layer. Yeah, if I can inscribe a piece of art, right, an NFT is kind of an art, but I could also inscribe my last will and testament. And if my last will and testament is moving $1 billion from me to you, how much is it worth to you to have that burned onto the blockchain? Kortom, hij ziet de potentie wel. Hè? Een testament te waarde van 1 miljard laten tatoeëren op een Satoshi middels dat Ordinal protocol. Ja, dat is nogal wat, hè. Gaat dat de toekomst worden? Of zijn er wat haken en ogen? Waar ik het 2 dagen geleden in mijn video natuurlijk ook al over had, hè. Binnen de Bitcoin community is er nogal wat reuring ontstaan over die oplopende file bij de mempool. Hè, de Bitcoin transacties die wachten om in een blok opgenomen te worden. De transactiekosten die de hoogte inreizen daardoor. En ja, is het allemaal oneigenlijk gebruik van de Bitcoin blockchain? Nou, er is al wat om te doen. En er wordt hier ook geopperd. En die mogelijkheid is er voor nodig om die segregated witness / taproot data die bij een Satoshi opgeslagen zit, om die weg te snoeien. Daar gaat het testament van 1 miljard van meneer Saylor. Ja, daar gaan je BRC20 tokens. Als dit wat meer voeten in aarde gaat krijgen. En sowieso is het een soort van zwaard van Damocles wat boven die BRC20 tokens hangt. Ja, dan is dat nogal wat tegenwind. En dan geeft dat gevoelens van onveiligheid. En ja. En dan zijn we eigenlijk op zoek naar iets waarbij dat niet mogelijk is. En dan kom ik bij SRC20 tokens. Ik hoor je denken, ja, je reageert wel enthousiast, meester Crypto, maar ik word hier gewoon hartstikke gek van. 2 dagen geleden nog in BRC20 tokens gedoken door je kletsverhalen, nu is het weer dit. Ja, dat is zo. Ja. Ik onderzoek ook verder, ik kom ook op nieuwe paden en ja, dan raak ik hier weer enthousiast over. En ik was natuurlijk ook een beetje bezorgd over wat ik hier net voorheen vertelde. Ik heb overigens nog mijn BRC20 tokens hoor. En ja, zeker als die trend zich doorzet, dan kan er nog een mooi slaatje geslagen worden, wie weet. En je hoeft hier natuurlijk geen grote vermogens mee te spenderen. Maar wat maakt nou die SRC20 tokens zo interessant? Nou, om te beginnen, je kunt ze niet zomaar eventjes weghalen als noodzijnde. Ja, en dat wil je. Je wil toch immutability. Hè? Je wil dat het onwrikbaar vast zit. En dat niemand jouw speeltje kan afpakken. Of je testament van een miljard. Die stamps, en dan hebben we dus over SRC20's, die leven op de UTXO-set. En dus niet op binnen de segregated witness taproot data van een Satoshi.
UTXO's, hè, dat zijn al die kleine verzameling satjes die je in een wallet hebt staan, die tezamen je account maken. En allerlei kleine UTXO's bij elkaar, die maken een Bitcoin transactie. En ik pak het nou heel sumier samen, omdat het denk ik niet interessant is om daar nu verder op in te zoomen. Ja, het is dus, ze hebben heel veel raakvlakken met BRC20 tokens, verder zijn ze eigenlijk gelijk. Maar er zijn nog grote verschillen. Laten we eerst eens kijken hoe dat ging sinds dat geboren is. En dan hebben we hier de oranje lijn is de ordinals. En dan de blauwe lijn de stems. En dan zie je dat, nou, vooral vanaf 16, 17 dagen na de geboorte, lopen die stems veel sneller. Het is een heel snel groeiende trend. Waarbij dus duidelijk wordt dat veel mensen er hel in zien. En inmiddels, ja, hier staat het op 3500, maar er zijn inmiddels al 18.000 stems de afgelopen maand erbij gemaakt. En ja, stems maakt erbij gebruik van het open source counterparty protocol. Waarbij stems een multisig zijn, multisignature. Je weet, als jij een Bitcoin transactie verstuurt, moet jij je private key overhandigen aan het protocol. Maar wanneer het over grote bedragen gaat, is het heel verstandig om daar meerdere private keys voor te hebben, die tezamen de sleutel geven tot je fondsen. Dat is zo'n multisig, meerdere private keys. Maar al die andere private key data bij stems, dat is nep data, dat zijn immer geen private keys. Dat is de data informatie waarmee hier een JPEG'je gemaakt wordt of andere data verstuurd wordt. Ja, dus geen private key data, maar stamp file data. En dat maakt ze best wel prijzig, omdat bij ordinals is de transactiedata veel compacter dan met stamps. Hè. Multi-key data is gewoon duurder. Ja, en ook UTXO's. Zo'n UTXO-set, zo'n verzameling van UTXO's, dat kan ook weggevaagd worden. Wanneer? Op het moment dat je die betreffende satoshis gaat versturen. Ja, daarvoor heb je het stack protocol. Het is zo'n Bitcoin layer 2 laag, hè, rondom de mainchain van Bitcoin heen. Al tezamen ook met de applicaties die van dat stacks gebruik maken. Die dat voorkomen en die regelen dat jij niet per ongeluk die satjes kunt weggeven. En dat jouw NFT'tje in stand gehouden blijft. Kort gezegd kun je nu zeggen dat we 4 nieuwe manieren hebben, 4 mogelijkheden rondom die Bitcoin base chain. 1, dat zijn inscripties, hè, de ordinals, JPEGs of eender welke mediafile dan ook, gekoppeld aan de witness data van een set. 2, dat zijn die BRC20 tokens, waar ik het 2 dagen terug over had. Dat zijn tokens met een vaste voorraad die eenmaal gemaakt niet meer te veranderen is. 3, dat zijn de ORC20 tokens, daar heb ik het ook kort even over gehad 2 dagen terug. Dat zijn tokens met een variabele voorraad met eigenlijk alle risico's van dien. En 4, dat zijn de SRC20 tokens, ook genaamd de stems tokens. En een getokeniseerd aanbod van wat je NFT's zou kunnen noemen. Ja, en op dit moment kun je met dat SRC20 niet heel veel meer dan, er worden munten op uitgebracht, hè, en verder kun je er fractionele NFT's mee minten. En dan moet je, dat zie je hier ook al, het zijn kleine, lichtgewicht NFT's, 24x24 pixels met weinig kleuren, ik meen niet meer dan 8. Waarom? Nou, blokruimte is duur en er is immers heel veel van nodig. En nou is de ontwikkelaar van Stems in overleg met onder andere Hiro Wallet, daar komen we zo meteen nog over te spreken, om protocolintegraties tot stand te brengen, die gebruikers in staat gaan stellen om die stems te verkopen, te verhandelen op bijvoorbeeld een OpenSea marktplaats. Nou, op dit moment zijn er zo'n 55 SRC20 tokens. Ik weet dat het er gisteren nog minder waren. Die tokens die kun je allemaal gaan minten. Het meest populaire token is het Kevin token. Ja, en waarom Kevin? Ik ben er nog niet helemaal uit, mensen. Er is hier 13,7% van gemint. Bereik straks een token hier ergens 100%. Kun je nog steeds de opdracht geven om te minten. Bitcoin eraan spenderen. Maar
ga je niks meer krijgen. Dat is nog niet allemaal goed geïndexeerd. We zijn er heel vroeg bij en de risico's erbij, en die moet je erbij ook voor lief nemen. En dat is het risico wat je potentieel die hoge beloning in de toekomst ook gaat geven. Nou heb ik zelf Kevin gemind. En ik heb, wat heb ik er meer gemind? Stem zelf heb ik gemind. Ja, wat de munt gaat worden. Als er al een de munt gaat komen. Ja, dat laat ik aan jou. Maar Kevin is zonder twijfel de meest populaire. En in die zin denk ik ook het meest interessant om wat van te gaan minten. Als het jouw cup of tea is. Je hebt ervoor nodig de Hiro Wallet. Linkje staat onder de video. Dat is een Chrome of Brave extensie. Misschien nog van een browser meer, dat weet ik eventjes zo niet. Ook hier weer receive. Je stuurt er je Bitcoin naartoe. Maar heel belangrijk om te weten, hè, dat je ook hier, net als bij BRC20, je moet voor legacy kiezen, dan wel een SegWit adres. Het beste kun je een BC1 adres kiezen. Op het moment dat je die wallet opzet en de seed phrase, de wallet words gaat, moet opschrijven en dergelijke, wordt het op een gegeven moment aan jou gevraagd. Dat zeg ik volgens mij verkeerd. Hè. Hierbij ontvangen, receive, kies je natuurlijk het Bitcoin stamp adres. En je ziet, dat is hetzelfde als het Bitcoin adres dat daarboven genoemd is. Ja, dat kopieer je, plak je in je Ledger Live of vanuit waar je die bitcointjes ook wilt versturen. Nou, dan komt het hier in je account te staan. Een stuk sneller overigens dan met de eerder genoemde BSC20 tokens waar ik het over had. Ja, en dan kun je gaan minten. En minten dat doe je hier op champchain.io. En ja, dat minten, hey, je moet je voorstellen, dit zijn splinternieuwe tokens. Ieder token dat je mint wordt gecreëerd vanuit het niets of het protocol van dat betreffende muntje tot de maximale voorraad bereikt is. En die maximale voorraad van al die munten zie je hier staan. En je ziet hier hoeveel jij maximaal in één keer mag minten. En daar moet je goed naar kijken. Als ook hier belangrijk hoeveel er al gemint is. En zoals ik al zei, boven de 100%. Gaat natuurlijk niet. Hè? Dus tot 100% kun je minten. Alles wat je daarna gaat versturen, dat is zonde van je geld. Dat ben je waarschijnlijk kwijt. Dus je zou kunnen kiezen voor de populairste munt Kevin. En dan kies ik als limiet 420.000. En dat vul ik hier dan in. En ik kies hier natuurlijk voor Kevin. En ik zorg dat dit op min staat. En vervolgens klik ik op quote. Hier moet natuurlijk mijn Bitcoin adres dan komen. Ik klik op quote. Dan zegt hij, nou, je transactie wordt aangemaakt. En vervolgens kan ik de stamp maken. Ik klik op stamp. En dan staat er dat ik dit bedrag moet gaan sturen voor die 420.000 Kevin tokens naar dit adres. En zodra ik dat heb gedaan, komen ze automatisch in mijn wallet terecht. Nou, dat kan even duren. Dat kan misschien wel een dag duren. Misschien een halve dag. En je moet erbij even geduld hebben. Het verschijnt nog niet automatisch hier in je Hiro wallet. Dat is nog in ontwikkeling. Nogmaals, we zijn er vroeg bij. Als je wilt zien of het allemaal goed is gekomen, dan kun je op xchain.io, linkje onder de video, kun je kijken of je ze binnen hebt gekregen. Al zijn ze dan nog niet zo heel duidelijk herkenbaar als zijnde de betreffende tokens. Maar je ziet dat er wat dat betreft bepaalde activiteit is geweest. Ja, dat wordt allemaal misschien wat duidelijker. Ik weet niet wat het onderhoud inhoudt. Alvorens alles goed te zien is. Als je dan hebt gemint, kun je hier nog voor deploy kiezen. De betreffende ticker, totale voorraad, hoeveel per mint je gedaan wilt hebben. En je betreft de Bitcoin adres, ook een quote en vervolgens stamp. Op stampchain.io kun je die plaatjes aanmaken, die 24x24 pixel gevalletjes. En ja, natuurlijk kun je die stampjes ook, of die plaatjes, kun je ook kopen. Ik heb er zelf nog geen gekocht hoor, maar je moet in ieder geval zorgen voor de groene bolletjes. Als je een groen bolletje hebt en je klikt erop, dan vind je hier, nou dat is een dure Mario poppetje. Een half MB. Het is geen eens een CryptoPunk of zo, maar dit heeft gewoon iemand in elkaar geflatst. Ja, dus let op wat je koopt. Let ook op of het nog voorradig is. Spring niet in 7 sloten tegelijk, wil ik natuurlijk meegeven daarin. Ik heb zelf heel veel gehad aan Alex Wasey.
die hier een hele draad heeft gemaakt over het hele stemgebeuren. En waar je nog op een rijtje kunt zien de stappen die je moet nemen om, om tot een goed eindresultaat te komen. Dus ja, ook hier garantie tot de voordeur. En wie weet wordt het een mega succes. De nieuwe trend van 2023 voor Bitcoin, SRC 20 tokens. En wie weet hebben we het over een maand nergens, hebben we het er lange na niet meer over. Dus ja, dat is aan jou wat je hier vervolgens mee doet. Ik heb in ieder geval wat gekocht. Baat het niet, dan schaadt het niet. Heb je vraagjes, dan hoor ik ze wel onder de video of kom in de Discord kletsen. Likes worden gewaardeerd. En hey mensen, let goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei.